Nou zijn ze hier in Doetinchem een beetje bang dat het scenario van 2016 en rellen zich nog een keer opnieuw afspeelt. Denk je dat dat ook kan? Ja, ik hoop dat de politie die jongens aanpakt, want die zet ons te kijk. De normale supporters zijn daar de dupe van. En dat weten ze bij Superboer ook wel. Normale supporters die willen helemaal geen rellen. En die willen gewoon een mooie wedstrijd en die willen gewoon feestvieren als het winnen. En wonderlijk als het verliezen, maar die rellen die hoeven niet. Heb je nog meegekregen dat jij met dit shirt over een tijdje niet meer in de binnenstad mag zijn na 16:30? Nee, dat weet ik niet. Nee. En anders hadden ze het maar bij begin moeten zeggen. Ik heb net wat politieagenten gesproken, 2 stuks. En die zeiden, joh, prettige wedstrijd. Dus waarschijnlijk, ik denk dat het wel mee gaat vallen.